Welkom bij de Spellenreporter. Mijn naam is David en in dit filmpje ga ik jullie uitleggen hoe je Witcherstone speelt. En dat kan ik doen met dank aan 999 Games die hiervoor dit review-exemplaar beschikbaar hebben gesteld. En je kent wel van die spellen, alles wat je doet levert punten op of extra acties. Nou, dit is zo'n spel. Vaak kan je een actie doen, die zorgt ervoor dat je nog een actie mag doen. Dat zorgt weer dat je daar vooruit mag, daar mag lopen, dat levert weer punten op, enzovoort enzovoort. Het is verder niet ingewikkeld, het wijst zich allemaal voor zich. Het is alleen wel zorg dat jouw acties steeds beter worden. En dat doe je door de actietegels die je in je toverpot gaat doen, dat je die gaat combineren met de symbolen die er al liggen. Dus laten we snel gaan kijken hoe die gaat. Doel van het spel, zoals gebruikelijk, zoveel mogelijk punten halen. De meeste punten aan het einde van het spel is de winnaar. We hebben een groot centraal bord en elke speler krijgt zijn eigen toverketel. Daarin liggen 7 kristallen en als het even kan wil je die aan het einde van het spel uit je ketel hebben. We hebben deze actietegeltjes en die laat je in actie doen. Er zijn 6 verschillende acties die je kan gaan doen. En elke tegeltje geeft je het recht om 2 van die 6 acties te doen. Maar als je ervoor zorgt dat die acties naast elkaar komen te liggen op het moment dat je hem in je toverpot legt, in je toverketel, mag je die actie ook net zo vaak doen als het aantal zelfde symbolen wat je aan elkaar kan combineren. We komen straks natuurlijk even bij. Je hebt er 5 open liggen en die leg je achter je startschermpje, zodat niemand ziet wat je mogelijke acties zijn. En daarnaast staat hier ook nog wat informatie op voor tijdens het spel. Ik leg hem nu even plat, maar dan weten jullie dat deze tegeltjes, de open tegeltjes, die liggen bij alle spelers achter hun schermpje. We gaan op 2 sporen rondlopen. Hieronder hebben we de toverstaf, dus daar leg je 1 van je uiltjes neer. En het andere uiltje leg je hier op het pentagram. Ook hier ga je rondjes oplopen om die fiches op te pikken. En natuurlijk een scoremarker. Daarnaast hebben de spelers energiesteentjes, die gaan we straks hier doen. Hier gaan we een soort ticket to ride spelen, gaan we routes leggen en de plaatsen met elkaar proberen te verbinden. We hebben heksen die je daarvoor nodig hebt om de plaatsen te gaan bezetten. En we hebben 1 grotere pion, dat wordt je startpion. Als de startspeler bepaald is, mag de speler rechts daarvan, dus de speler die in de ronde het laatste aan de beurt is, die mag als eerste zijn opperheks alvast ergens neerzetten. Dat moet op 1 van de 4 torens die je hier op het bord ziet. Laat ik het even makkelijk maken door dicht bij huis te gaan beginnen. Dan leg ik hem hier neer. En terwijl het spel eigenlijk nog niet eens begonnen is, heb je daarmee al gelijk je eerste punten binnen. Want als jij in het spel je heks neerzet op een locatie waar je nog geen heks hebt staan, krijg je gelijk 2 punten. Dus lekker bij de setup, alle spelers krijgen alvast 2 punten. Daarnaast krijg je het fiche wat bij die locatie lag. En die zijn gewoon random neergelegd. Je mag de actie doen die daarbij hoort. Die ga ik natuurlijk zo even uitleggen. En daarna draait het fiche om. En hop, ook nog eens 2 punten waard. En dat fiche leg je dan weer achter je scherm. En dan weet je aan het einde van het spel krijg ik straks ook nog 2 punten voor al die fiches die je hebt verzameld. Dus je hebt al 4 punten en een actie te pakken voordat we echt aan het spel gaan beginnen. En zo doen tegen de klok in alle andere spelers ook zo'n actie. En als iedereen dat gedaan heeft, inclusief de startspeler, dan mag de startspeler het spel gaan openen met de eerste actie. En eigenlijk is het heel simpel in je beurt. Je doet maar 1 ding, namelijk 1 zo'n tegeltje kiezen van de 5 die open liggen. En die ga je toevoegen aan je toverpot. En dat bepaalt dan weer welke acties en hoeveel je die mag gaan doen. En ik ga ze gewoon maar even 1 voor 1 af. Te beginnen met de energieactie. Maar laten we eerst even kijken hoe dat aanleggen gaat. Hier zie je je eigen persoonlijke toverpot. Daar zitten kristallen in. Op een plek van een kristal kan je dit tegeltje niet neerleggen. Dus dan zal je weer eerst die kristallen weg moeten halen. Daar komen we straks bij. We gaan nu eerst naar de energieactie kijken. En als jij je tegeltje neerlegt, dan ga je hem altijd proberen zo neer te leggen dat je hetzelfde symbool kan matchen. Dus in dit geval hier ligt ook al het energiesymbool. Dus ik zou hem bijvoorbeeld zo kunnen neerleggen. Je mag altijd sowieso de actie doen die dus op die tegel staat. In dit geval de toverstaf en de energieactie. Maar ik heb nu een mooie ketting gemaakt van 2 dezelfde symbolen. Dat betekent ik mag 1 keer de toverstafactie doen, maar ik mag 2 keer de energieactie doen. Leg ik nou later in het spel het ook nog even zo neer, dan heb ik hier nu 3 van deze symbolen. Dan mag ik 3 keer deze actie doen. Dus dat is het leuke puzzelen van dit spelletje. Je wilt zo neerleggen dat je de actie zo vaak mogelijk kan doen. En wat mag je doen met de energieactie? Voor elk punt mag je 1 energiekristalletje mag je neerleggen op het bord. En je mag een route gaan maken naar 1 van de andere gebieden. Dat moet altijd zijn vanuit of je opperhex of vanuit een locatie waar je al bent. Nou, ik ben nu nog nergens. Ik mag 2 keer de actie doen. Dat betekent dat ik bijvoorbeeld ervoor zou kunnen kiezen om deze verbinding te maken. Die is dan gelijk af en ik kan alvast aan de volgende verbinding gaan beginnen. Ik kan ook zeggen, nou weet je, met 2 energie leg ik alvast deze route.
en dan kan ik zo meteen hier naartoe. Alle routes mogen maar door één speler bezet worden, dus hier kan nu geen andere speler meer langs. En ook als ik alvast één steentje neer heb gelegd, heb ik de route alvast geclaimd en mag geen andere speler van de andere kant ook een route gaan aanleggen. Dit is vanaf nu een rode route. Maar goed, ik mocht twee keer de actie doen, dus ik leg twee energie leg ik neer om die route te maken. En dat levert ook alweer gelijk punten op, net als in Ticket to Ride. Eén route levert je 1 punt op, een route van 2 die je afmaakt levert je 3 punten op. En er zijn ook routes van 3, als je die afmaakt krijg je 6 punten. Maar in dit geval krijg ik dus gelijk 3 punten erbij, daarboven op het scorespoor. En de acties zijn echt basic, dit is gewoon je actie, het neerleggen van zo'n steentje. Ook al bereik je nieuwe gebieden, daar gebeurt nog verder niks mee. Het is puur alleen maar routes afmaken en daar de punten voor scoren. En dat is het enige wat je doet met de energieactie. Hoe kunnen we nou wat met die andere locaties gaan doen? Daarvoor hebben we de heksenactie. Dan moet je dit symbool gaan toevoegen aan je heksenketel. En vanaf nu geldt voor alles. Hoe vaker je het symbool dus combineert tot één gebied in je heksenketel, hoe vaker je de betreffende actie mag doen. En als je de heksenactie mag doen, mag je kiezen. Of je voegt een heks toe bij je grote opperheks, dus waar het spelletje begon. Of je mag voor één actie de heks die hier ligt verplaatsen naar een locatie waar je bij kan komen. En waar kan je bij komen? Alleen bij locaties die verbonden zijn met energie. Voor één actie mag je zoveel plekken bezoeken als kan, zolang dat met jouw kleur verbonden is. Dus voor één actie ga ik nu hierheen. Maar even stel dat hier ook al een verbinding ligt. Dan kan ik nu ook zeggen, voor één actie ga ik hierheen. Dus verplaatsen over je eigen energiesoort kost maar één actie. En we zagen net al wat er gebeurt als je dat doet. Want zodra jij een gebied bezet, krijg je daarvoor 2 punten. Je mag de actie doen die bij het bijbetreffende visje hoort. In dit geval heb ik dus weer een energieactie. Dus ik mag gelijk weer alvast ergens even een energie gaan neerleggen. En dit visje gaat naar je voorraad en is aan het einde van het spel dus ook weer 2 punten waard. Stel dat Giel hier zijn route heeft gelegd en hier dan staat met zijn heks en ook dat visje dan al heeft weggehaald, kan ik er ook voor kiezen om naar dat gebied te gaan. Alleen als je gebruik maakt van de route waar een andere kleur ligt, kost dat 1 bewegingspunt extra. Dus dat zou me dan niet 1, maar in dit geval 2 verplaatsingsacties kosten om mijn heks hier neer te mogen zetten. Er mogen dus meerdere heksen van 1 kleur op een gebied liggen. Het enige nadeel is nu, ik krijg nog steeds 2 punten omdat ik op een nieuw gebied ben gaan staan. Alleen dat visje is weg, dus die 2 punten en die bonusactie die is vervallen. Maar het levert dus nog wel steeds 2 punten op. Hier in het midden van het bord hebben we de Witchstone, de heksensteen. Hier ligt geen visje op, maar de eerste speler die daar komt, die zet zijn heks op de 5 punten en krijgt dus ook 5 punten bijgeschreven. De volgende speler krijgt dan nog maar 3 punten, 2 punten en 1 punt. Dus eigenlijk wil je het als liefste zo snel mogelijk en als eerste hier komen, zodat je hier de meeste punten kan oppakken. Maar zo is dat eigenlijk met alles in dit spelletje. Het liefst wil je alles het eerste en het snelste doen om extra bonussen te krijgen. Nou, je hebt 11 van die heksen gekregen, dus voordat je die overal op het bord hebt staan, ben je wel even bezig. Het kan zijn dat je heks op zijn, nou ja, dan kan je die actie ook niet meer doen. Je mag niet 2 keer met je heks op dezelfde plaats staan. Behalve bij je starttoren, hier kan je ook alvast heksen gaan verzamelen om ze dan later over het bord heen te verplaatsen. Dan gaan we door naar de Pentagon actie. Vond ik wel een van de leukere acties, dat is hier dat cirkeltje. Oh, wel handig als het in beeld is natuurlijk. Dat is hier dat cirkeltje waarop je rondjes gaat lopen. Nou, je raadt het al. Voor elk pentagram symbool wat je aan elkaar ziet te krijgen, mag je 1 stapje doen op dat spoor. Ook hier liggen dan nu dan de pionnen van alle spelers. Ga je naar een lichtveld, zo'n wit veld, gebeurt er verder niets. Kom je op een blauw vakje, dan krijg je natuurlijk het visje wat daar ligt. En dat visje kan je vervolgens op 2 manieren in gaan zetten. Je kan hem eenmalig gebruiken en dan mag je 1 van die 2 acties mag je 2 keer doen. Dus of 2 keer de kristalactie of 2 keer de toverstafactie. En daarna wordt het visje vervangen door een nieuw visje uit voorraad. Je kan er ook voor kiezen om hem in je ketel te leggen. En dan telt hij voortaan als dat symbool. Dus dan leg je hem als het even kan natuurlijk aan. Bijvoorbeeld dit zou een hele mooie plek zijn. Want nu heb ik hier een gebied van 3 gemaakt en met de toverstaf een gebied van 2. Dus de volgende keer dat ik hier een toverstaf aanleg, dit zou een mooie zijn, mag ik 2 keer de perkamentactie doen en ik mag 3 keer de toverstafactie doen. Het neerleggen van dit viesje levert je geen actie op. Dus dat zijn de blauwe viesjes en dan hebben we ook nog, als je op dit vakje komt, de gouden viesjes. Die zijn simpelweg punten waard. De bovenste is 7, daarna 6, 5, 4, 3.
En als die op zijn, is het gewoon elke keer maar 2 punten als je hier overheen komt. Dus weer een reden om hier als eerste snel even een rondje te rennen. Want dan ga jij de fiches oppakken die 7 punten waard zijn. En die fiches die leg je in je voorraad en die krijg je aan het einde van het spel bijgeteld. Behalve dan als je natuurlijk op die 2 komt, want die staat op het bord geprint. Die moet je dan wel gelijk even bij gaan schrijven. Nou, dan hebben we de helft van de acties al gehad. Vervolgens hebben we de kristalactie. Even het juiste tegeltje erbij pakken. Dat is hier gewoon dit kristalactietje. Als je deze aanlegt, mag ik nu 2 keer de kristalactie doen. En voor een kristalactie mag je 1 van je kristallen, een rode of een zwarte, 1 vakje verschuiven. En die kristallen wil je uit je ketel hebben. Ten eerste omdat ze in de weg liggen, want zolang die kristallen hier liggen, mag ik hier geen tegeltje overheen leggen. Maar ook daar waar jij het kristal de pot uitschuift, krijg je een bonusactie. En dat is uiteraard dan weer 1 van die 6 acties die we nu aan het bespreken zijn. Je mag met je kristal over de tegeltjes lopen die je hebt toegevoegd aan je pot, maar hier mag je niet op eindigen. Dus als je de verplaatsingsactie met een kristal doet, moet je zorgen dat je niet eindigt op zo'n tegeltje die je al hebt neergelegd, maar dat je er overheen kan. Nou, schuiven we ons kristal er op een gegeven moment uit, bijvoorbeeld van hier naar hier, dan gaat dit kristal naar de toverdrankenkast. Je legt je kristal dan in het flessenrek en dat kan je doen of op de onderste rij, of matchend met het symbool waar je hem eraf geschoven hebt. Dus in dit geval hier bij het heksje had ik hem uitgeschoven. Dus dan komt hij hier op het eerste vrije plekje van de heks. Staat dat beeld? Ja, net. Komt hij hier terecht. Met z'n tweeën heb je 4 kolommen beschikbaar. Met z'n drieën komt er nog een kolom bij en speelt met z'n vieren. Dan is de hele kast beschikbaar. Nou, en leg ik hem hier neer, staat het hekssymbool in. Mag ik dus 2 keer de heksenactie doen. Dus ik kan bijvoorbeeld een heks toevoegen aan mijn hoofdheks. Of ik kan een heks die er al ligt doorverplaatsen naar een andere locatie. Dus deze actie mag je dan 2 keer doen. Leg je hem hier neer, onderaan. Dan mag je een van deze fiches kiezen. Dat fiche moet je dan wel tijdens deze beurt nog inzetten. Maar daarna draai je hem om en heb je ook nog weer 2 punten in de pocket. En hier ligt nu toevallig bijvoorbeeld 3 punten. Dus samen met die 2 punten op de achterkant kan je hier dan zo 5 punten oppakken. Maar goed, wat hier ligt is natuurlijk random. Want dat zijn de overblijfselen van wat daar op het bord is neergelegd. Dus kristallen eruit levert je een plekje op in de flesjeskast. Die geeft je weer extra acties. Dan zie je dat we ook nog een zwart kristal in de pot hebben liggen. Die is speciaal, daarom ligt hij ook helemaal in het midden en is hij een ander kleurtje. Deze levert jou, als je hem uiteindelijk eruit krijgt en hier in de kast legt, verdubbelt hij de beloning die je krijgt. Dus in plaats van 2 keer de kristalactie, mag je nu 4 keer de kristalactie doen. Dan zijn er nog momenten in het spel dat je punten kan krijgen voor de kristallen die je in het flessenrek hebt liggen, die van jou zijn. Zwarte tellen daarbij niet mee. En mocht je het zo goed voor elkaar krijgen dat je geen kristallen meer in je ketel hebt liggen, dan heeft de kristalactie voor jou verder geen gevolgen meer en doet dat er niks. Maar dat is soms een leuke puzzel met bepaalde acties die je natuurlijk heel sterk hebt opgebouwd. Daar wil je graag zorgen dat dat kristal bij uit de buurt gaat. En hoe kan je soms de kortste route nemen om die kristallen maar uit je pot te krijgen. De vijfde actie, de toverstafactie. Ook dat is weer een spoor waar we overheen gaan rennen. Alle spelers beginnen hier bij het handvat. En je raadt het al. Voor 1 toverstafactie mag je je uiltje 1 vakje vooruit bewegen op die lange toverstaf. En hier wil je ook weer graag vooraan liggen, want dat geeft je dubbele bonussen. Bereik je een lichtbruin vakje waar verder niks op staat, gebeurt er ook verder helemaal niets. Bij de donkerbruine vakken krijg je de actie die erbij hoort. Dus in dit geval krijg je 1 keer de kristalactie. Echter, lig jij op dat moment eerste of gedeeld eerste, kom jij gelijk met degene die eerst ligt, dan mag je die actie 2 keer doen. Zo ook hier geldt, hier mag je 1 energie leggen als je erop komt, zo'n energietokentje. Maar lig je hier vooraan, dan mag je dat 2 keer doen. Dus als je vooraan ligt, verdubbelen je acties. De zilveren vakjes, die leveren je punten op. In dit geval krijg je 1 punt voor elke complete energieverbinding die je al hebt neergelegd daar in het midden. En voor die punten maakt het dan niet uit of je eerst of laatst ligt, die krijg je gewoon allemaal maar 1 keer. Maar je krijgt dus, en dit is trouwens je kristallenbol, ik moet het wel goed noemen. Je krijgt dus hier 1 punt voor elke volledige verbinding in je kristallenbol. Hier krijg je 1 punt voor elke heks die zich in je kristallenbol bevindt. 1 punt voor elke perkamentkaart die je hebt. 1 punt voor elk toverfiesje dat je bezit. Hier krijg je dan 1 punt voor elke kristal van jou die zich in het flessenrek bevindt, behalve dus de zwarte. En hier op het einde krijg je nog 2 punten voor elk speciaal heksenfiesje wat je hebt verzameld.
Sta hier aan het einde, ook dan heeft de actie toverstaf verder geen functie meer voor jou. Het kan soms zijn dat je dus zoveel acties mag doen dat je over meerdere scoringsvelden heen gaat. Daarvoor kan je dan je dierenfiche gebruiken, die leg je dan even waar je begint. En je zet je scorepion alvast even waar je gaat eindigen, zodat je kan onthouden hoeveel stappen je mocht. En daarna ga je één voor één, en dat moet in volgorde, ga je al die bonus af. Maar daar heb je dus dit fiche voor bijgekregen, een dierenfiche, zodat je dat even kan tracken. Nou, we hebben 5 van de 6 acties gehad, dus is er nog maar eentje over, de perkamentrol. En daarvoor gaan we naar de rechterkant van het bord. Hier is het een klein beetje anders. Het aantal perkamentacties wat je mag doen bepaalt niet hoeveel kaarten je mag pakken, maar welke kaart je mag pakken. Heb jij maar 1 perkamentactie, dan heb je geen keus en moet je verplicht de onderste pakken. Heb je 2 perkamentacties, dan kan je kiezen of je pakt de onderste of je pakt degene die erboven ligt. Nou, heb je 3 perkamentacties, dan kan je dus ook voor deze kiezen, enzovoort, enzovoort. Je mag hoe dan ook maar 1 perkamentrol pakken, dus ook al heb je 5 perkamentacties en kies de tweede, dan is daarmee wel die actie gedaan. En heb jij je perkamentrol gepakt, dan schuift de rest door naar beneden en wordt het van bovenaf aangevuld. En deze kaarten bestaan uit 2 soorten. Er zitten versterkingsspreuken in en er zitten voorspellingsspreuken in. De versterkingsspreuken, dat zijn deze. Deze mag je maar 1 keer gebruiken en alleen maar op het moment dat je ook daadwerkelijk die actie mag doen. Bijvoorbeeld door het neerleggen van zo'n tegeltje in je ketel. En je mag de tovenaarstaf actie doen. Kan je zeggen, hey, ik heb deze spreuk erbij, die speel ik nu. En dan mag ik die actie 2 keer extra doen, dus ik mag 2 stapjes extra lopen in dit geval. En daarna gaat de kaart weg. Dus het is een eenmalige toverspreuk. Maar we hebben ook deze kaart en dat zijn voorspellingsspreuken. Die geven jou simpelweg extra punten aan het einde van het spel. Dus dat worden je persoonlijke targets. En hoe beter je dat doet, hoe meer punten je daarvoor gaat krijgen. Hoe dan ook is de kaart sowieso altijd 1 punt waard, dus die heb je alvast in de pocket. Voldoe je in geringe mate aan de opdracht, krijg je 3 punten. Doe je dat in grote mate, dan krijg je 5 punten. En vervul jij de voorspelling uitmuntend, dan krijg je maar liefst 7 punten. Nou, al die kaarten staan ook uitgelegd in het spelregelboek. In dit geval krijg je bijvoorbeeld 3 punten als je een heks hebt staan op een oranje gebied. Heb je een heks op 2 verschillende oranje gebieden staan, krijg je dus 5 punten. En lukt het jou om op 3 verschillende oranje plekken te staan, dan krijg je 7 punten. Of hier, heb jij een heks op een wit gebied staan, krijg je 3 punten. Heb je daarnaast ook nog een heks op een rood gebied staan, dan krijg je 5 punten. En heb je ook nog een heks op een blauw gebied, dan krijg je 7 punten. En dit moet in volgorde. Heb jij dus geen heks op een rood gebied staan, dan kan je ook de onderste regel niet scoren. Je moet het van boven naar beneden, moet je eraan voldoen. Maar goed, dat geeft jou dus extra doelen in het spel, dingen die je graag wil gaan halen om weer extra punten te krijgen. En daarmee hebben we alle 6 de acties gehad die je kan doen. Nogmaals, die acties kan je krijgen door het neerleggen van de tegeltjes. Oh, je hebt er altijd 5 open voor je liggen. Afgeschermd van je tegenstanders met dit schermpje. Waarvan je er eentje kiest die je gaat toevoegen in je ketel. Hoe vaker je hetzelfde symbool kan combineren met de tegel die je zojuist hebt aangelegd, aangrenzend. Dat bepaalt hoe vaak je de actie mag doen. Of in het geval van de perkamentrol, hoe ver in de rij je de perkamentrol mag pakken. En het is natuurlijk een sport om te proberen zo groot mogelijke gebieden van hetzelfde symbool te gaan maken. Zodat je lekker veel acties mag gaan doen en veel stapjes mag lopen. Wat je ook weer extra acties oplevert, waardoor je daar weer een stapje vooruit kan. Oh, dan krijg je dat fiche, die kan je weer inzetten om dat te doen. Nou, zo krijg je soms hele leuke kettingreacties. En zo gaat het hele spel door tot uiteindelijk je nog maar 4 van deze tegeltjes open voor je hebt liggen. Als je dan je beurt hebt gedaan, ben jij klaar. En als alle spelers dat hebben, is het spelletje afgelopen. En dan gaan we natuurlijk kijken wie de meeste punten heeft. Nou ja, en dat zijn nogal wat manieren waarop je punten kan krijgen. En die staan ook op die handige overzichtskaart. Waarop alle acties nog eens even kort staan uitgelegd. En dus ook hoe je het spel begint. Het spelverloop en het einde van de punten. Je krijgt punten voor al die goudkleurige uilenfiches die je op het pentagram hebt kunnen verzamelen. De toverfiches die je in de kristallenbol gaat bezoeken verzamelen. Die zijn ook allemaal 2 punten waard. En je krijgt dus punten voor je perkamentspreuken. Sowieso voor de voorspellingen 1 punt. Maar hoe meer je eraan voldoet, hoe meer punten. En trouwens, die versterkingsspreuken die ik net liet zien, dat je 2 keer een extra actie mag doen. Als je die niet gebruikt, is die ook nog 2 punten waard aan het eind van het spel. En dan is degene die de meeste punten heeft, de winnaar. En mocht dat een gelijkspel zijn tussen de mensen met de meeste punten, dan wint van hen de speler die het verst vooraan staat op de toverstaf. En is zelfs dat gelijk, dan wint weer van die spelers de speler van wie de scoresteen onderop ligt. Want die was dus het eerste zover gekomen op die toverstaf. En dat is hoe Witchstone gaat. Eigenlijk super eenvoudig.
6 verschillende acties, dat klinkt even overweldigend. Maar al die symbolen wijzen zich vanzelf. En vaak zijn symbolen gewoon, oh, als ik dat symbool doe, dan mag ik daar 1 stapje vooruit. Of ik mag daar wat neerleggen. En dan kan je overal weer dingetjes, extra acties oppikken, fiches oppikken. Van alles wat jouw punten gaat opleveren. En ondertussen zit je dus ook nog lekker te puzzelen in je toverketel. Om te proberen zo makkelijk mogelijk en zo snel mogelijk die kristallen daar uit de weg te ruimen. Plus te zorgen dat als je een actie mag doen, je lekker veel van die actie mag doen. Door dezelfde symbolen naast elkaar te leggen. Het is met dit spelletje ook niet echt dat ergens in specialiseren dat extra punten oplevert. Dit wil je als eerste doen, want dan levert het meer punten op dan dat je dat later doet. Net als dat je liefst als eerste naar dat midden van het bord wil gaan, want dat levert je meer punten op dan als je daar later aankomt. Maar verder is het gewoon een kwestie van alles wat je doet levert extra acties of extra punten op. Het kan natuurlijk wel handig zijn om die perkamentkaarten te gaan sparen, zodat je veel extra punten kan aanpakken als je voldoet aan die voorwaarden. Maar dat is hoe Witchstone gaat. Nogmaals dank aan 999 Games voor het beschikbaar stellen van dit review-exemplaar. Mocht u nog vragen hebben over Witchstone, stel die dan gerust in de comments hieronder. Of stuur even een mailtje naar thespellereporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.